Mijn naam is Thea en ik ben promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen bij het Centrum voor Taal en Cognitie. Ik doe hier onderzoek naar spraakmotoriek bij de ziekte van Parkinson. Spraak is een hele complexe proces dat een precieze coördinatie van je longen, je lippen, je kaak en je tong vereist. Je doet dit zonder al te veel na te denken, maar dit complex proces gaat niet altijd zoals het hoort. Veel mensen met Parkinson hebben last van spraakproblemen. Zo praten ze bijvoorbeeld te zacht of hebben ze problemen met het duidelijk articuleren van sommige klanken. Uit eerder onderzoek weten we al veel over hoe de spraak verandert door Parkinson. Echter weten we veel minder over welke onderliggende spraakprocessen aangetast worden door de ziekte. Daarom willen we met onze huidige studie meer te weten komen over de oorzaak van spraakproblemen bij Parkinson. We onderzoeken dit door gebruik te maken van verschillende apparatuur voor het meten van spraakbewegingen. Onze studie bestaat uit twee sessies. In de eerste sessie gebruiken we een echoscopieapparaat. Dit apparaat plaatsen we onder de kin met behulp van een helm en daarna kunnen we tongbewegingen heel precies volgen. In de tweede sessie maken we gebruik van een articulograaf. Hiervoor plaatsen we sensoren op de tong, de lippen, de kaak en deze sensoren kunnen vervolgens alle bewegingen volgen. Zo kunnen we precieze verschillen in de spraakprocessen ontdekken tussen mensen met en zonder Parkinson en we hopen dat onze resultaten kunnen helpen om spraaktherapieën in de toekomst te verbeteren.